Beste Henk, Steven, we staan hier weer sinds 2,5 week geleden, toen we het hoogste punt van de Zonnekamp 2 vierden. Kan jij eens vertellen, wanneer is het idee ontstaan voor Zonnekamp 2? Ja, eigenlijk tijdens het bouwproces van Zonnekamp fase 1 bleek al dat de capaciteit die we hier hebben gebouwd onvoldoende was om antwoord te geven op de vraag. Dus in die periode is al het traject opgestart om fase 2 te kunnen ontwikkelen. We hebben vooral eerst gekeken naar op welke plek we fase 2 zouden kunnen bouwen. En van daaruit zijn we eigenlijk het concept gaan ontwikkelen. En hebben vooral gekeken naar de ervaringen vanuit Zonnekamp fase 1. Nou ja, we zien eigenlijk vooral heel veel tops in fase 1. Dus zaken die zijn bedacht in dit project en die heel goed werken. Dus bijvoorbeeld de inrichting van de zit-slaapkamers, de ruime opzet en de loopcircuits die ook in het pand aanwezig zijn. Dat werkt precies zoals we het bedacht hebben en hebben we meegenomen naar fase 2. Voor welke doelgroep bouwen we de Zonnekamp fase 2? We bouwen vooral voor ouderen met een complexe zorgvraag. In deze tijd zijn het vooral ouderen met dementie. We staan inmiddels op de bouwplaats met onze helm op. Bouwvakkers zijn aan het werk. Kun je eens vertellen hoe een nieuwbouwproces verloopt? En eigenlijk wat je in een nieuwbouwproces ziet is dat de voorbereidingstijd nog wel meer tijd vraagt dan de bouw zelf. Ze zijn nu volop aan het bouwen en het gaat enorm hard. Maar in de voorbereiding kijk je naar het bestemmingsplan, naar de vergunningsprocedures. En werk je met elkaar van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. En dan stem je steeds verder af hoe het gebouw eruit moet komen te zien en wat het voor ons moet gaan doen. Ja. Dat is eigenlijk de fase voor de bouw. Als je weet wat je wil bouwen, dan zet je dat in ons geval uit bij onze bouwpartners om een prijs te laten maken daarvoor. Daarna hebben wij de opdracht gegeven. Dus qua voortraject zit er al zeker 2 jaar tijd in. Terwijl we een jaar bezig zijn in het totaal met de bouw. Wie zijn er eigenlijk allemaal bij een nieuwbouwproject betrokken? Ja, in ons project zijn heel veel partijen betrokken. In het voortraject, voor de bouw, gaat het heel veel over de gemeente. Gaat het bijvoorbeeld over de architect. In dit geval ook ProWonen, waarvan we het perceel hebben gekocht om te kunnen bouwen. En uiteraard heel veel collega's vanuit onze eigen organisatie, ook vanuit de Zonnekamp, die mee hebben gedacht in het hele bouwplan. En nu tijdens de bouwfase is het vooral onze bouwteamleden, aannemersbedrijf Klaassen en installateurs Wassink en Kramer, die voor ons hier fase 2 realiseren. Ik heb begrepen, Henk Steven, dat er gasloos gebouwd wordt. Wat betekent dat? Dat betekent dat er dus geen gasleiding meer het gebouw binnenkomt en dat we alles elektrisch koelen en verwarmen. En die elektriciteit die halen we niet alleen van het elektranet, die wekken we zelf ook op met de zonnepanelen die op het dak komen te liggen. 2,5 week geleden liepen wij hier ook rond in dit gebouw. Sindsdien is er echt alweer ontzettend veel veranderd. Wanneer kunnen de nieuwe bewoners erin? Nou, dat gaat inderdaad heel snel. We krijgen de sleutel januari, februari volgend jaar. Dus dan is het pand bouwkundig opgeleverd. En dan gaan we zelf nog volop aan de slag. We gaan de tuin nog aanleggen. We gaan het pand nog helemaal inrichten en klaarmaken voor het ontvangen van onze eerste bewoners. Ja, volgend jaar april, dan hebben we het pand zover klaar dat we ook bewoners en familieleden kunnen ontvangen en zal vast een rondleiding kunnen geven. En dan geeft het een hele goede indruk hoe het is om hier straks te komen wonen.